Het was een verrassend aangezicht vlak voor Sinterklaas. De grote linden langs de Molenweg en Groesbeek waren verwijderd. Nu zijn daar op dinsdag nieuwe boompjes geplaatst. De karakteristieke linden langs de Molenweg en Groesbeek zijn verwijderd omdat een groot deel ziek en oud was of verkeerd groeide. De gemeente Bergendal vervangt over de komende 20 jaar alle linden langs de Molen en Nieuweweg. In totaal staan er zo'n 250 bomen. Omdat de bomen een onderdeel van het aangezicht van Groesbeek vormen, wordt er elke 3 jaar gekeken welke bomen aan vervanging toe zijn. Zo verandert er niet te veel tegelijkertijd aan de entree van het dorp.